Hallo, dit is een tutorial voor het liedje Bleed for the Fam van SFB en Wiebe Suryadi. En ja, dit is een stukje van Wiebe Suryadi aan het begin. Dus laat ik maar beginnen. Ik zal even het begin een stukje spelen. Oké, wat je hiervoor nodig hebt is 1, 2, 3, 4... 5 en dan ja, 6 akkoorden heb je nodig eigenlijk. Dus en dat is deze. Deze. Deze 4. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde, maar een stukje verder. Dus je hebt dit. Oké. Neem maar even de tijd en daarna komt deze erachteraan. Dus wat je dan hebt is dit. En wat je dan doet als je daar bent, heb je hier zo je vinger. En die verplaats je een heel klein stukje verder. Dus van deze naar deze. Dus je hebt dit. En dan ga je weer terug naar deze. En dan is het een kwestie van grote handen hebben. En deze hier op de top pakken. En dan ga je weer terug. Dus, even opnieuw. Oké, wat je nu moet doen is alleen maar dit. Je pakt de hoogste en dan doe je, ga je van laag weer omhoog. Dus hoogste, van laag omhoog. Dus. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Oké, jullie zien de linkerhand ook al. Dus dat is, die ga ik ook even vertellen. Dan begin je bij de G. D en dan doe je weer G. Dus dan ga je naar de C. De G. En de C. Het enige wat je nu doet is eentje op zee schuiven. D. A. En weer de D. En wat je dan doet is naar de zwarte toetsen. Dus eentje omhoog. Dus heb je dit. En dan ga je weer terug naar deze. Dat is het enige wat je hoeft te doen dus. Oké, en later ga ik het even voor jullie spelen weer. Tada, zo moeilijk is het niet. Oké, en nu doe je precies hetzelfde aan een stukje lager. Dus. Maar dan doe je dit. En het laat ik wel even zien hier, want ik weet dat jullie het niet zien. Dan doe je gewoon hetzelfde als net. En dan stop je hier. En dan. Dus je doet deze drie toetsen gewoon. Als je deze dan in toetst,
pak je dezelfde toetsen, maar dan een stukje lager ook dus. Dus. Einde tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus drop een like en subscribe. En dan wens ik jullie een fijne dag. Later.